Maar eerst gaan we praten over een apera met Huba de Graaf. U bent componist. Wat is een apera? Een apera is een opera gebaseerd op apenzang. Ja, zingen apen? Ja. Voor wie? Voor zichzelf, voor hun lol. Ze slingeren door bomen, ze zingen vrolijk. Ze zingen zielig, ze zingen gewoon. Was u dat al eerder opgevallen of bent u speciaal voor dat doel een tijd lang bij een dierentuin ondergebracht? Tuurlijk, nee. Ik vroeg me af, waarom gaan mensen zingen? Wat is zang en waar komt zang vandaan? Wat is de oorsprong van zang? Is dat iets, een intellectueel, cultureel hoogstandje? Of is het juist iets wat heel diep in ons zit? Wat heel als een oergevoel. Baby's zingen, kinderen zingen, stotterende mensen zingen graag, demente bejaarden. Dus ik dacht, nou ja, laat ik eens op onderzoek uitgaan. Kunnen apen zingen? Dus ik ben naar de dierentuin getogen, onder andere. Ja. Heb daar wat apen opgenomen. Ik ben ook verder gaan struinen in de apenzanglieden. Nee, dat gaat niet. Ik heb dus een hele serie apenfragmenten verzameld. En wat blijkt, het zijn soms net liedjes. Ik heb bijvoorbeeld een chimpansee opgenomen. Ja. Die zong. Nou, ik zal het voordoen. Die zong ongeveer. Nou ja, en wat ik dus heb uitgevonden. Wanneer je dit heel langzaam laat nazingen. Dan wordt het een heel herkenbaar liedje. Maar het gaat ook een beetje klinken naar oude middeleeuwse polyfonie. Het wordt een beetje perotinus. Als je dit is een vertraagde chimpansee. Dit is diezelfde chimpansee, maar dan vertraagd. Ja. Is de chimpansee de beste zanger? Of zijn bavianen of gorilla's? Nee. De beste zijn de gibbons. En die zingen echt heel veel. Die zingen met elkaar in familieverband, in bomen. Die zingen korte liedjes, ze zingen themaatjes, ze herhalen elkaar. De ene boom van de gibbonfamilie zingt het deuntje. En dan hoor je verderop in een boom in de verte, hoor je ze het meezingen. Ja. Dus eigenlijk, het is fantastisch. Maar vooral ook het gevoel dat het veel dieper in ons zit dan spraak. En ik heb gewoon, nou ja, daardoor ging ik zelfs denken dat je eerst zang hebt. En dat van daaruit sprake is ontstaan. Heeft u een goede gibbon in huis eigenlijk? He? Heeft u een goede gibbon in huis? Nou, in Artes zit er een hele goede. Ja, maar ik bedoel zelf. Eentje voor dan. Ja? ik heb er wel een leuke. Die is ook tevens mijn ringtoon. Ze gaan, het Egidisch kwartet gaat deze zo direct ook vertraagd zingen. Ja, want dit is bijna mijn Fine Valentine, als je goed luistert, hè? Zeker. Maar kijk, ze herhalen. Dat vind ik fascinerend. Ze herhalen gewoon thema's. Mm-hmm. Het is ook in drie feeling, wat je dus ook veel in de middeleeuwse polyfonie had. Gewoon da, 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 da. Dat zit er ook in. En, nou ja, doen we dat om elkaar iets duidelijk te maken? Of is het puur voor het genot van het elkaar horen zingen? Ja, dat denk je wel. Ja, er is wel onderzoek gedaan naar apentaal. En het schijnt dat sommige kleine aapjes elkaar waarschuwen wanneer er een panter aankomt. En keku keku roepen of wat dan ook. Maar als je echt die gibbons hoort zingen, dan is dat gewoon joie de vivre. Ja. U heeft het op papier gezet. Tenslotte bent u componist. Ja, en, uitgeschreven, ja. We kunnen nu luisteren naar het eerste fragmentje uit uw apera. Gezongen door het Edigius Quartet. En dat is het tiende fragment van de opera. En daar zijn ze eigenlijk weer vrij apig. Juist. Maar wel heel langzaam en super gecontroleerd. Want dat is bijzonder aan dit Edigius Quartet. Okay. Heren. Ooh.
Heel goed. Kan daar nou een pand aan? Bye bye. Zit hier een verhaal bij? Wat gebeurt hier? Ja, 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 er zit een verhaal bij. Je hebt natuurlijk die, de apen zingen. Ja? Maar er komt een vriendelijke bezoeker die dol is op kunst, op oude muziek, op het Egidius. Er komt een bezoeker, Marien Jongewaard. Die gaat luisteren naar de apen. En die trekt dat niet. Die houdt dat niet vol. Het is zo perfect, zo gecontroleerd. Die apen zingen elke keer 5 minuten één fragment. En dan doen ze 1 minuut, wachten ze rustig. Hij uiteindelijk draait hij helemaal door. Maar aanvankelijk, hij kan niet tegen zijn verlies. Hij verzucht dat in deze wereld, met alle ellende, met de, weet ik veel, hij roept op een gegeven moment iets van de neoliberale teloorgang. Wel ja. Staan er apen op het podium? Ja, ja. Zie je wel, ze hebben het allemaal overgenomen. Het ministerie, apen staan er nu. Dus staan er, nou ja, apen nemen het over. En dat kan hij helemaal niet tegen. Ja, waar is dit te zien eigenlijk? In het theater? Vanavond was het in de Rotterdamse Schouwburg. En de 23e is het in Frascati. En we gaan een hele... Maar het zou natuurlijk ook leuk zijn om het een keer voor apen te doen, of ja, niet? Dat wil ik ook graag, maar moet Artus wat meer... In een dierentuin. Ik heb het al gesuggereerd, ja. Want ik denk dat dat... Laten we naar nog een stukje luisteren uit de apera. Ja. Is er iets over dat fragment speciaals te zeggen? Nou, dat is eigenlijk dat kleine gibbonstukje. Oké. Wiep, maar nou, heel langzaam, want dit zijn superapen. Righty. Dank jullie wel.